Hoofdstuk 22. Hoofdstuk 22 is het laatste inhoudelijke hoofdstuk van het boek Agile. En dit hoofdstuk gaat over planning poker. Een schattingstechniek die wel toch wel typisch voor Agile is. En daar wil ik wat tijd met je aan besteden voordat we gaan afsluiten. De essentie van planning poker is dat relatief schatten eenvoudiger is. Wat bedoelen we nou met relatief schatten? Nou, dat is heel simpel. Als we bijvoorbeeld aan de horizon twee kerktorens of twee gebouwen zien, dan zien wij mensen in een oogopslag, in een fractie van een seconde, dat het ene gebouw drie keer zo hoog is dan het andere, of dat de kerktoren de helft is van het gebouw wat ernaast staat. Maar hoe hoog het dan is, in meters, dat kunnen we heel slecht schatten. Dan zitten we er vaak ontzettend naast. Dus het is heel bijzonder, dat is relatief schatten ten opzichte van anderen, dat kunnen we heel snel en dat kunnen we heel goed. En absoluut schatten kunnen we heel lastig. Nou, daar maakt planning poker nou gebruik van. Hoe werkt dat dan? Nou, dat werkt met kaarten, met nummertjes, een Fibonacci-reeks. Het staat allemaal in het boek. Maar het is dus een manier om met behulp van kaarten de verschillende mensen hun schattingen te laten geven. Het daarover te hebben, maar wel altijd relatief. Dus je zegt van nou, deze story of dit onderwerp, deze feature, hoeveel werk is dat nou in verhouding tot een ander? En als je helemaal met niks begint, zeg je nou gewoon typisch is iets een 1 en is het nou twee keer zo groot of vier keer zo groot, et cetera. Probeer het gerust uit. Het is ook leuk om te doen. Het is een hele andere manier om met elkaar te schatten. Er zitten een paar rondes in. In het begin met die kaartjes is het misschien een beetje onwennig. Maar je zult zien dat het heel snel gaat en heel effectief is. En in het boek staat perfect uitgelegd hoe je dat doet. Er zijn ook een aantal tips bij in het hoofdstuk. En een van de belangrijkste tips die ik je mee wil geven is dat het niet zozeer gaat om de schatting. Het gaat niet zozeer om de kaarten. Het gaat vooral om de conversatie. Een invitation to a conversation, zeggen we vaak als het gaat over planning poker. En daarmee bedoelen we dat kennisuitwisseling, elkaars gedachtes horen, erachter komen wat uit iemand anders discipline er ook nog bij komt, waar jij je misschien niet aan gedacht hebt, dat weliswaar misschien wel het belangrijkste is van planning poker. Dat is om met elkaar het gesprek voeren over wat komt er allemaal kijken bij ons werk. Want je kunt altijd een beeld hebben van wat een ander doet dat heel simpel is, maar misschien zit daar wel heel veel voorbereiding bij. En juist als we dan met elkaar gaan schatten, komen we er veel beter achter hoeveel werk het is. Bekijken we het vanuit alle perspectieven, maar vooral hebben we het gesprek erover. En in het gesprek til je je team naar een hoger niveau van kennis. En als je het dus maar vaak genoeg doet, word je er steeds beter in. Een laatste tip, er is ook wel eens wat discussie over planning poker. Kleinere stories zijn altijd beter. Grote stories die heel veel werk zitten, die lopen ook groot uit. En er zitten vaak ook veel meer onzekerheden en onvoorspelbaarheden in. Dus het opsplitsen van werk, het opsplitsen van stories of features, is altijd aan te raden. Sterker nog, en dat zien we in de praktijk, als je veel met planning poker hebt gewerkt, je wordt heel goed in het kleiner maken van die stories. En je hebt altijd bij stories die een half of één zijn. Dan is eigenlijk het pokeren ervan niet meer zo belangrijk en niet meer zo noodzakelijk. Het is toch altijd maar één of anderhalf of een half. En dan kan je gewoon tellen. Dus kleiner maken van stories helpt je om het nog haalbaar te maken en toepasbaar te maken. En in de tussentijd kun je beginnen met planning poker. Het is leuk, je leert ervan en vooral de conversaties brengen je naar een hoger niveau. Nou, kijk gerust voor in het boek hoe het werkt en hoe je toe kunt passen en welke tips er zijn. Dan was dit het laatste inhoudelijke hoofdstuk. Ik heb nog één video voor je te goed en dat is het nawoord bij het boek. Maar als je dat niet wil, skip het lekker. Ga gerust aan de slag. En als je wil weten hoe werkt het is, je weet het. Planning poker.